Ja, 2018 is ook het jaar geweest van de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met April Ranshuizen, fractievoorzitter van de lokale afdeling GroenLinks, en Frans Laaracker blikken we terug op het politieke jaar. De fractie van GroenLinks kwam in Nijmegen als grote winnaar uit de bus na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De partij boekte een winst van 8 naar 11 zetels en werd daarmee de grootste partij van Nijmegen. Ook lokale partijen deden het goed. Stadspartij DNF uit Nijmegen en Kernachtig Wiegen wonnen zelfs allebei een zetel. Daarmee werd de stadspartij DNF de grootste lokale partij met 3 zetels. Met een opkomstpercentage van 53% in Beuningen won de SP 2 zetels, waardoor het als nieuwkomer een plek in de raad verdiende. De partij Beuningen Nu en Morgen werd met 7 zetels de grootste. In Heumen, waar maar liefst 63% van de stemgerechtigden gebruik maakten van hun stemrecht, kwam de partij Democratengemeente Heumen met 6 zetels als grootste partij uit de verkiezingen. Eind april vormden de grootste partijen uit de verkiezingen een coalitie in Nijmegen. D66 behaalde 6 zetels en de Socialistische Partij 5. Samen met GroenLinks vormden de 3 partijen een akkoord, waarin onder andere de energietransitie een belangrijk thema bleek. Het akkoord, genaamd Samen Vooruit, streeft naar een duurzame, sociale, aantrekkelijke en economische veerkrachtige stad. Ja, en daar gaan we over doorpraten. April Ranshuizen, Frans Laaracker, welkom. GroenLinks boekte dus een winst van 8 naar 11 zetels en is daarmee met afstand de grootste partij van Nijmegen. Is dat een verdienste geweest van jouw voorzitterschap? Ha, nou kan ik maar ja zeggen, maar nee, ik denk dat je ziet natuurlijk gewoon een landelijke trend, hè? En Jesse doet het heel goed, Jesse Klaver. Ik denk dat het ook niet alleen aan Jesse ligt, gelukkig maar. Maar dat je steeds meer mensen gewoon bewuster worden van impact op het sociale leven van mensen, op duurzaamheid, hoe belangrijk dat is. En die trend zie je landelijk ontstaan en daar hebben wij van mee geprofiteerd. Nou heeft GroenLinks natuurlijk in aanloop naar de afgelopen verkiezingen is een heleboel veranderd. Een heleboel nieuwe mensen op de lijst. Ja. Heeft dat effect gehad? Op de uitslag bedoel je? Ja. Dat soort dingen zijn altijd wat lastig te duiden natuurlijk. Wat mij wel is opgevallen is dat wij volgens mij allemaal of bijna allemaal gewoon met voorkeurstemmen eigenlijk te anders ingekomen waren. Dus dat is wel een verschil met andere jaren, heb ik gezien. Dat is echt een prestatie, ja. Allemaal populaire mensen in Nijmegen. Nou, in ieder geval mensen met veel mensen die op hun willen stemmen. Ja. Precies. Frans Laaracker, hoe kijk jij naar de afgelopen verkiezingen terug? Over GroenLinks bedoel je of in het algemeen? Of in het algemeen. Nou, wat valt op? Wat opviel bij GroenLinks, aanvullend op wat April zei, is landelijk is GroenLinks ruim 3% gestegen, hè, ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is natuurlijk deels het Jesse Klaver effect. Wat wel opvalt is dat GroenLinks Nijmegen het voor elkaar heeft gekregen om het tweevoudige te presteren. In een stad die toch redelijk GroenLinks-minded is. En volgens mij heeft dat er onder andere mee te maken dat Nijmegen een echte studentenstad is. En daar zie je sowieso dat partijen als GroenLinks, D66, de SP ook in bepaalde mate altijd profiteert bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dan ook landelijke trends daarin volgt. Dus dat is, ik denk dat dat er ook mee te maken heeft, ook weer aanvullend wat April zegt, is met de permanente campagne die bijvoorbeeld GroenLinks ook heel sterk voert. GroenLinks is samen met D66 SP, zijn partijen die niet alleen op die pieken in de stad zichtbaar zijn, maar ook daarbuiten. En dat zie je bij andere politieke partijen minder. Ja, en wat mij opgevallen is, en dat is volgens mij iedereen opgevallen wel, is de enorme stijging van de lokale partijen. Precies, in Nederland. Want dat is echt giga. En die hebben geen effect van de landelijke partijen? Die hebben over het algemeen geen effect van de landelijke partijen, behalve dan dat als er behoorlijk stabiele partijen zijn in een bepaalde gemeente, die dan zeg maar regeringsverantwoordelijkheid hebben, dan heel vaak impopulaire maatregelen nemen, toch een politiek leider hebben die wat minder sterk naar voren komt, dan zie je mensen die lokaal, maar misschien ben je het helemaal niet met me eens hoor, maar lokaal gaan tegenstemmen. En dan pakken ze vaak een lokale partij. Het valt altijd wel op, dat is zo, en ik had het net even met een van de andere gasten, Frederik Peters, ook wat gewoon echt opvalt, is de lage opkomst. En je ziet de opkomstcijfers, zie je eigenlijk heel langzamerhand echt terugzakken.
zowel lokaal als ook provinciaal. We hebben in maart hebben we de provinciale verkiezingen. Als je bedenkt dat een stad als Nijmegen een begroting heeft van 800 miljoen euro, dat is niet niks. Er steeds meer verantwoordelijkheid ligt bij die lokale overheid, voor de mensen. Dus dat wat je direct betreft. En datzelfde geldt voor de provincie. Een gigabegroting waar beslissingen genomen worden die ons echt allemaal aangaan. En dan valt het mij als politiek dier, zeg maar, valt het dan op dat de opkomst bij die verkiezingen echt naar beneden gaat. Zie je knikken? Ja, dat zie ik natuurlijk ook. En ja. Ik vind het altijd heel jammer. En eigenlijk wat Frans ook aangeeft, het is natuurlijk zo. Het Rijk, het kabinet, gaat steeds meer hele belangrijke onderdelen bij de gemeente neerleggen. Er is in de afgelopen jaren al gebeurd. Heel veel op zorg is dat heel veel. Onderwijs, energietransitie, alles gaat naar gemeentes eigenlijk. Dus je hebt enorm veel verantwoordelijkheid, maar daarmee dus ook heel veel zeggenschap eigenlijk als lokale inwoners. En dat is ontzettend jammer dat mensen dan toch steeds minder gaan stemmen. Ja. En waar ligt dat aan, denk jij? Wat bedoel je dat? De lage omkopsten? Nou ja, goed, ik denk dat politiek... Ik denk dat het met Nederland heel goed gaat. Ik denk dat het daar onder andere mee te maken heeft. Wij hebben, en dat is in Nijmegen ook, hè, op een slachthuis nadat we 2-3 jaar geleden gehad hebben, dat grote dossier in Nijmegen, maar hier in de regio, zijn er nou echt grote dossiers die politiek fout gaan. Dat is niet aan de orde. Dat is gewoon niet. Nee, klopt, we doen het gewoon heel erg goed. En dat zie je ook met de twee dames hier voorbeeld ook al gezegd, natuurlijk hartstikke trots met Green Capital. En het is Green Capital is nu, dat is gewoon een prijs, een beloning voor hoe goed we eigenlijk al die jaren met z'n allen al bezig zijn. En we gaan daar gewoon mee door. Dus het is gewoon nog even, wereldwijd komen ze gewoon naar Nijmegen kijken. Ja. Dat is toch geweldig? En toch heeft de politiek dan de uitdaging, denk ik. Hè, want het gaat dus goed, hè, maar er zit altijd dan een keerzijde aan. Dat ik denk dat de politiek een uitdaging heeft. Vraag me niet hoe, om die stemmer ook bij die verkiezingen weer richting die stembus te krijgen. En weet je, het is ook heel sterk wat landelijk is. Wat vandaag bijvoorbeeld gebeurd is, het klimaatakkoord. Belangrijke partijen hebben hun rug gekeerd tegen het klimaatakkoord dat gesloten moest worden. Dus de milieuorganisaties en FNV die hebben gezegd, nou wij kunnen dit niet ondertekenen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe bijvoorbeeld D66 landelijk daarop gaat reageren. Waar komen die mee? Hè? En noem het maar even uit onze regio Nijmegen, onze Rob Jetten. Ja, ik weet zeker dat hij op dit moment een ei aan het leggen is van hoe kom ik hieruit? Want hij weet natuurlijk ook dat een D66 in Nijmegen een ongelooflijk voorstander is van het Green Capital. En dat is voor de gemiddelde burger is dat niet te rijmen. Dus dat is, ja, goed. Hoe ga je daarmee om en hoe krijg je dan die burger geïnteresseerd in dat stukje politiek? Hoe moeten we dat doen richting de Provinciale Statenverkiezingen, als we al een beetje gaan vooruitblikken? Nou, ik denk dat je sowieso een serie van 12 programma's moet uitnodigen met gewoon leuke kenners van de politiek. Dat is één. En twee, ik denk gewoon dat de regionale media als geen ander de rol heeft om de politiek in beeld te brengen. Voortdurend. En gewoon het verhaal te vertellen. Inderdaad, dat wou ik zeggen. Van het verhaal vertellen, maar vooral mensen meenemen. Ja, en dan letterlijk media meenemen. Media is natuurlijk ook heel vaak, laat me wel wezen, is natuurlijk ook vaak nieuws, is niet alles wat positief gaat. Nee, het is juist vaak van, dat gaat mis, of de arsbonje. Ja. En dan krijg je dus ook heel vaak mensen denken, ja dag, weet je, zoek het maar uit. Terwijl er zoveel mooie en goede en belangrijke dingen gebeuren. En neem daar mensen in mee. En daar heb je, nou, wat mij betreft, ook als media een rol in. Ja. Nou, laten we die rol pakken. Ik hoor dat jij erbij bent. Kom er vast uit. We gaan het volgen.